Vandaag waren onze gasten Dirk en Jacqueline uit Heemskerk. We beginnen bij het 5-sterren Hotel Des Andes, wat zijn naam te danken heeft aan de Indiëgangers die er verbleven. Op het Lange Voorhout is de beeldententoonstelling te zien met de titel Voorhout Monumentaal. Daar kunt u nog tot 15 september naartoe. En dit is Paleis Noordeinde, het Werkpaleis van Willem-Alexander en Maxima. Hij is aanwezig, want de vlag hangt daar. Zo. Nou, we krijgen daar natuurlijk commentaar op. De Duitsers die hebben daar... ik moet het echt eerst bij de Britten zeggen. De Britten zeggen quite substantial. Die zeggen het heel netjes. De Duitsers zeggen het anders. Ziet je als weer een zak kartoffel. Dat heb ik al een keer te horen gekregen. Maar het is in wezen een prachtig beeld. Het is van Charlotte van Palland. En het origineel staat in graniet in Rotterdam. Bij de Euromast. In het park bij de Euromast. Hier zijn we bij de Haagse Bluf. Momenteel een foodhallencomplex van dezelfde eigenaar als de foodhallen in Amsterdam. Opgezet als winkelcentrum met kopieën van Haagse gevels. De gastengroep heeft er zelfs een nieuwe straatjes in weten aan te leggen. En een daarvan heeft de naam Dolf Brouwerstraat. De nieuwe passage sluit prachtig aan op de oude passage uit 1890. Daarmee is er ook een logische route in de stad ontstaan, wat voor het winkelend publiek alleen maar interessant is. Van de passage naar de Hofvijver is maar een klein aantal stappen. Hier poseert Jacqueline met op de achtergrond het Binnenhof. Stadhuis van Den Haag van Richard Meijer. Architect in de 90 jaren gebouwd. Heel groot. 4000 ambtenaren werken er. Het nieuwe culturele complex Amare van architect Sjoerd Soeters staat op het punt om geopend te worden. Ergens november is de planning. En op de achtergrond ziet u de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. En volksgezondheid en sport. Van het plein langs het Mauritshuis lopen we het Binnenhof op voor de statiefoto voor de Ridderzaal.
Dirk en Jacqueline bedankt voor jullie bezoek. Hopelijk tot de volgende keer.